Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Stars serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikkenpresentatoren op hun items van vroeger. En in deze aflevering kijkt Manuel Broekman het item terug waarin hij op pad gaat met de 29-jarige maagd Danny. Hij kijkt live mee hoe hij ontmaagd wordt door een zogenaamde ontknaapservice. Ja, dit item, ik weet het nog. Wat lijp. Jezus, de ontmaagding, ja. Danny heette die volgens mij. Toen ik op mijn 15 het geluk had een date te hebben met een wat oudere, rijpere dame, ze was namelijk 18, voelde ik aan ons romantisch samen zijn met een lekker mango-sapje, chocola, een mooi filmpje, dat dit misschien wel zou kunnen eindigen in mijn ontmaagding. En ja, na wat gestuntel en de gebruikelijke ongemakkelijkheden was ik opeens geen jongetje meer, maar een man! Maar de knaap die in deze straat woont is Danny van 29 jaar. En hij wacht nog steeds op dat moment. Hij is wat ouder aan het worden en het wordt steeds moeilijker om de ontmaagding plaats te laten vinden. Maar daar is een oplossing voor. De ontknaapservice zorgt ervoor dat elke maagd verandert in een lover van hoog niveau. Deze metamorfose gaat Danny vandaag ondergaan. Ik weet nog dat ik het een heel leuk item vond, omdat het natuurlijk iets zo kwetsbaars heeft, weet je wel. Dat iemand die gaat iets doen wat hij super eng vindt, waar hij een soort van ja, sturing of weet je, een beetje boost nodig had om dat te krijgen. En ik vond dat wel heel leuk of zo. Ik had daar wel een heel fijn en warm gevoel bij. Nou, je hebt het eigenlijk al staan hè, op die poster. Revolution. Ja. Vandaag is een revolutie, hè? Ja, inderdaad. Jij gaat ontmaagd worden. Ja, het is er eigenlijk nooit echt van gekomen met de dames waar ik mee geweest ben. Wanneer was je laatste seksuele ervaring? 12 jaar geleden, toen ik een jaar of 16 was. En ja, we hadden het gepland om het eigenlijk bij 6 man ongeveer zouden we het gaan doen. Ja, daar is nooit van gekomen. Want een week voordat we die avond zouden gaan doen, ging ze er met een ander vandoor. Dat was ook nog een goede vriend van me. Ik ben daardoor een beetje onzeker geworden over mezelf. Van, misschien doe ik het wel niet goed of misschien ben ik wel niet aardig genoeg. Er moet iets gebeuren. Ja, er moet zeker iets gebeuren. En wat verwacht je van deze ontknaapservice? Ik weet niet. Ik zie het wel. 1, 2, 3, 4, 5. Breakdown, baby. Kijk wie je jezelf hebt. Ik ben een topper. Ik ben een topper. Harder. Ik ben een topper. Harder. Ik ben een topper. En om een beetje dat mannelijke te voelen, moet je even 5 keer opdrukken. Ja, harder! Opdrukken. Ja, prachtig. Deodorant op zijn pik. Ik ben een topper. Ik ben een topper! Ik vond het heel mooi van die jongen, van die man, dat hij zo eerlijk was over zijn gevoel. Weet je wel, ja, ik ben zenuwachtig. Ja, ik ben best wel onzeker geworden, want het lukt me gewoon niet. En voor sommige mensen is dit gewoon heel lastig, weet je wel. En daar was hij dus in zijn onzekerheid wel echt verbazingwekkend zeer sterk over op televisie. Vond ik echt heel dapper en stoer van hem. Hoe voel jij je nu? Nou, ik voel me erg zenuwachtig. Ja, dat ik te snel klaar kom. 1 tip voor je, met rustig opbouwen en aanvoelen. En even de rabbit. Dus je doet zo. En dan even de rabbit. Ja, gewoon kijken wat het meisje zelf het lekkerste vindt ook natuurlijk. Ja, ik hoop toch wel dat ik daarna wat makkelijker een meisje durf te benaderen. En dat ik dan niet bang ben dat het fout gaat, zeg maar. Danny, het gaat zo direct gebeuren. Ja, het komt steeds dichterbij, joh. Het begint nou wel een beetje te kriebelen natuurlijk. Dus wat zeg je tegen jezelf? Ik ben een topper en ik ga het doen. Kom op, hè. Maar je ziet ook die spanning in zijn ogen. Ik vond dat wel echt heel bijzonder dat ook het programma Spuiten en Slikken, daar, weet je, er zat humor in. Maar er zat ook een ding in van, ja, we gaan het wel ook echt doen. Hij werd ook echt ontmaagd toen. Maar er werd er dus een beetje luchtig over gedaan. En dat had hij juist volgens mij heel erg nodig. Niet dat zware van je moed of die druk van zijn vrienden. Maar gewoon een beetje dat spielerij. Maar hoe open hij ook praat via de, ja, gewoon op televisie, Nederlandse televisie, vond ik ook wonderbaarlijk. Studio 23. Jezus. Ja, de grote deur. De deur naar het mannelijk zijn. Ja, mijn hart klopt wel aardig in mijn keel, moet ik zeggen. Ja? Aardig zenuwachtig. Omdat het natuurlijk een heel erg belangrijk moment is, laat ik je nu alleen. Maar ik ga wel meekijken beneden. Ja. En blijf denken. Ik ben een top, ja. Ja, dus je blijft denken.
ontspannen, schouders recht. Oké, okay. Daar gaan we, ja. Hallo. Hallo, ik ben Danny. Leuk je te ontmoeten. Alsjeblieft. Dankjewel, tot lief. Ja. Nice. Kom binnen. Super zenuwachtig, maar ik hoop het zo erg. Kom op, Danny. Kom aan. Spannend, hè? Ja, zeker. Proost. Proost. Op een leuke middag. Ja, dat zeker. Oké. Okay. Het is echt heel erg om dit te zien. Waar kom je vandaan? Je ziet er goed uit. Ja? Ja, heb je zorg aan besteed, dat kan Dankjewel. Ik zo zien. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Oh, ze gaan nu in bad. Eng zeg, moet je voorstellen. Je hebt 29 jaar hier jaren op gewacht en nu gaat het gebeuren. Nou, dit kan mijn vader. Want zij is heel zeker en hij is heel onzeker. Waardoor het wel wat allemaal wat gemakkelijker en wat soepeler verloopt. Oh, ze gaan nu op bed zitten. Oh, ik hoop niet dat hij het te spannend vindt. Dat hij het wel gewoon gaat doen. Kom op! Ja! Ja! Yes, Danny! Ja, dat was top, jongen. Opgelucht gevoel en die explosie en die grande finaal. Ja, vet hoor. Goed werk, Danny Boy. Goed zo. Een glas whisky. Een goede dikke sigaar. Wat ben ik trots op jou. Ongelooflijk. Ja, man, het is gelukt. Hoe was het? Ja, echt superleuk. Hij is helemaal aan het stralen, man. Ja, het is echt opgelucht. Wat geweldig. Wat geweldig, hè. En hoe heeft hij het gedaan? Ja, hij heeft het heel erg goed gedaan. Ik denk dat dat nog een hele goede middag gaat worden. Yes! Goed gedaan, kerel. Proost. Proost, man. Nog een slok. Wat vond je het fijnst? Gewoon plat op mijn rug leggen en dan het werk laten doen. Ja, lui ook. Ja, dat. Nou, nu wij even scoren, hè? Ja, inderdaad. Kom. Ik ga wel even de Ja, dit was een mooi. Ik vond het een mooi item. Ik had er plezier in. Helemaal omdat het ook gelukt is en dat die gozer gewoon het gevoel had van. Hij was ook echt dankbaar. Hij had me ook echt bedankt en nog een smsje gestuurd. Zo van. Topper, weet je. Dankjewel. En het was en het programma. Dat hij toch een man was geworden. Ja, vet.